De slimste pubers van Nederland zijn terug. Don en Rudy gaan hun breinen laten botsen, zodat zij binnen de tijd kunnen ontsnappen en blijven leven. Gaat het ze lukken? Vergeet trouwens niet te... I understand they hungry, but please don't hate that's ugly. Oh nee! Don, vuur! Vuur! Het vuurt! Vuur! Vuur! Don, kijk me aan, snel! Ik heb een nieuwe jas. Je hebt zeker een hele mooie. Ja, dat is niet een jas. Is steampunk. Oh, steampunk. Maar we hebben negen... Ah nee, dat is jouw tekst. Oh, sorry. Oké, ja. Waarom zeg ik sorry? Kun jij sorry zeggen? Ja. Sorry. Oké, nu mijn tekst. We hebben 29 minuten en 35 seconden om te ontsnappen, Don. De slimste mensen van Nederland moeten ontsnappen uit een steampunk ding. Gewoon uit een steampunk. Uit een steampunk, boeien. Kijk, okay, ze weten toch niet wat het betekent. Ik ga even wel blussen, oké? Hoe blus ik? Gewoon met de blusknop, man. Oh, wacht. Ik moet hem denk ik eerst aanschroeven. Ja. Yeah, steam pressure. Nee, steampunk. Steampunk. En dan nu draaien. Oh, dat heb je. Pull the safety pin, adjust the valve. Trek die pin er even uit. Yes. Ja. Ja, ik heb de valve al. Oké. Ja, oké, nou, spuit maar, Don. Spray. Spray dat witte spul even over. Oh. Nou. Spray anders. Wat doe ik verkeerd? Aim. Hij zit ook gewoon te kijken. Wat doe ik verkeerd? man in de bal. Oh, ik hoorde spuitgeluiden. Ik hoorde wel een spuitgeluid, maar... Is er niet een soort van bom? Ik spray wel, maar er gebeurt niet echt iets. Kijk, zo doe je het. Token. Oh, ja, token. Wist je dat dit ook in Subnautica zit? Ik denk dat dit een crossover is. Hoe de fuck doe jij dat? Ik zie jou gewoon met dat ding lopen. Ja, maar ik zie vuur verdwijnen, dus je doet vast iets goed. You're a wizard, Harry. Onder de vloer. Maar dit is waarom we het samen doen, Don. We zijn... Kut. Puzzle compleet. Yes. Yes. We kunnen eindelijk gewoon ademhalen. Hoe is de ventilatie hier? Met astma. Ja, we kunnen nu niet alleen ademhalen, Don. We kunnen nu ook tokens zoeken. Tokens. En natuurlijk puzzeltjes oplossen. Want de slimste jongens van de Netherlands zijn back. Met nog een keer 10.000 IQ escape room. Oh yeah. Oké, welke gaan we als eerst doen? Laten we hier even naar kijken. Resistor color table. 1, 4, 2, 4. Daar zijn weer patroontjes op, dat zie ik. 14 ohm resistor. Oh, 1 en 4 is 14 ohm. Oh, oké, want het is gewoon een 1 en een 4. Oké, check. Dus er zit geen rekensom in. Oh, oké. Ja. Al staat hier wel dus dat betekent dat die blauw en rood is. Ja. Alleen waar zit de resistor? Of wat is dit? Token, ik heb resistors! Oeh! Oh, kan ik hem neerleggen? Hier, hop. Kijk, resistors. Ik heb een hamer. Oh! Hebben we een hamer nodig? Ik heb een wrench. Wrench. Ik kan Sam chop to the range. Ik heb papier. Dat is een resistor ding, volgens mij. Ik zie kleurtjes. Oh. Hey. The pattern holds the secret. Dat is mijn vader. Oké, dus we hebben een rood cirkeltje. En een paarse blauwe playknop. Ik ga even meekijken, ja. En een wit vierkantje. Moet dit een soort circuit... the pattern holds the secret. Zie je iets in het patroon? Waarom is dat een playknop en een... Ik weet niet, het zal vast wel later naar voren komen of zo. Ik denk dat we gewoon even iets moeten vinden. En dan it all makes sense in the end. Oeh, een screw. Iets een laadje. Maar waar zijn de tokens? Token. Ik heb hier wel heel veel hendels en weer kok. Oh, ik hoor een token geluid. Hoorde je een kok? Ik hoorde is een kok. Oh, kijk, is een kok. Oh, koks. Oh, ik heb een geel kristal. Oh, dit is een blauw kristal. Kijk, het is met zo'n playbutton erop. Yeah. Oh, ja. Het is zo'n vierkantje. Oh, maar Don, deze is mooi, die voor je. Dat is een nice kok. Oh, dat is... Oh! Ja? Rudy, ja? De papiertjes... Kom eens kijken, Don, trouwens, voordat je het gaat uitleggen. Kom eens even kijken. Oh. Kun je in mijn handen kijken? Token! Lekker. Ja. Nee, kijk. De koks zijn zeg maar een manier van hoe die moet draaien. Dus, het patroontje. Net als met die mandala's, die dingen. Die ja. Dus we moeten kijken wat het patroon is. En dan moeten we de juiste kristallen in de kok plaatsen. Oh, kijk. Ja, want deze heeft een bepaalde manier van draaien. Ja, die gaat heel snel, de linker. Dus ik zou zeggen dat die... Rood is. Denk ik, ja. En ik zou zeggen, die de middelste blauw. Die meest rechter, die gaat meer in de binnenring. Kan dat niet blauw zijn? Wacht. Kunnen teken het ergens op, denk je? Je kan ook nog kiezen van welke van de twee gaatjes. Oh. Oké, je laat het gewoon zien. Oh, that's a big... Ja, die moet wit zijn dus, denk die ik. Moet wit. Oh, maar dit is best wel cool. Nee, dus, soort van. Okay. Probeer hem eens in dat andere gat. Oké. Probeer dus, dat ene andere gat met die kook. Die kook zit nu bij het andere gat. Ja, doe eens. Oeh, nou is hij opeens heel anders. Oh, nu is hij echt compleet anders. Deze hebben we niet nodig, toch? Of wel? Nee, jawel, dit is wit. Jawel, dat is inderdaad blauw. Is het wel dat is blauw? Goed. Oh, ja, kijk maar op het papiertje, ligt op de stoel. Oh ja, oké, perfect. Wit is dan...
Dan ga ik wel rood even proberen te fixen. Oké, man. Doe ik dit? Doe ik wit? Nee. Oh, dit is rood. Dit is rood. Of niet? Heb ik niet rood? Ik moet wit hebben. Nee, ik moet... Heb ik wit goed of niet? Nee. Nee, wit heeft geen loop-de-loops. Nee, wit heeft geen loop-de-loops. Rood heeft wel loops. Alleen, misschien moet je hem in die andere stoppen of zo. Ja, ik zit te kijken, want qua beweging klopt het wel enigszins. Of qua vorm klopt het wel. Alleen, look at this, big braining. Oh. Ah, perfect. Oh. Ja, dan moet rood wel links. Ja. Tenzij alleen, het ook nog in een tweede gat kan van. Wie weet. Fuck, de buitenste hebben. Maar ik ga ervan uit dat rood links moet. Waarom is die voor jou zo scuff? Die lijn die stuitelt helemaal. Hij is goed. Ja, hij is wel goed, maar... Wacht, wat is er gebeurd? Een propeller. Een propeller? Nice. Ik heb hem. Kan deze nou op mijn kok? Volgens mij moet hij hier bovenop de drone. De slimste mensen van Nederland. De slimste people. They got cocks. They got nice cocks. Met een GS. Met een GS. Het gaat over tandwielen. Context. Oké. Close the power circuit and add fuel. Power circuit, dat heeft natuurlijk te maken met dit spelletje hier, hoor. Ja, en fuel heeft met deze te maken. Don, kijk! Waar? Wow. Oh, de bal! Ja. Huh? Oeh. LeBron! Oké, I did it. Ik heb een boek met Everyday Physics. The Law of Resistance. Resistance is voltage gedeeld door current. Ja, die ken ik nog van vroeger. Van dingen die ik deed. Yeah. Het was een heel groot gebouw met heel veel kinderen. Ik deed dat dingen. Ik vroeg geforceerd. Ik weet niet meer echt wat. Soms moest ik ook rennen. Yeah. En daar eten. Ik ga eens even kijken. Rood, blauw, 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 rood. Welke moesten we hebben? Die groot, groot blauw, klein rood. Ja, maar waar kun je het invoeren, vraag ik me vooral af. Dat ook. Want ik zie hier niks. Oh, token! 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 Oh. Sorry, ik heb hem gepakt. Oh, dubbel token. Wow. Maar ik zie niet echt een puzzelstation waar wij dat op kunnen lossen. Dat is meer het ding. What the fuck heb... Oh, what the ik fuck? Ik heb gewoon de deur geopend. De deur gewoon open. Oh, fuel tank. We hadden hier een fuel tank. Oh ja, maar die weet ik waar die moet. Die moet hier. Token. Oh, current 0, target 4. Oh, waarschijnlijk moet je dan de valve een beetje openen van... Ja, eerst moet deze valve dan open, denk ik. Ja. Maar die doet niks. Oh, daar hebben we de wrench voor nodig. De wrench. Wrench. Ah, om hem vast te zetten. Oh. Nou, daarom werken wij voor een computer. Wow. Ik kan het. Ik garandeer het. Ik kan het. Ik heb mijn vader als een hamer zien gebruiken. Dus wij hebben daar de hamer voor nodig. Oh ja, doe eens. Hij doet het niet. Waarom doet hij niet? Ja, ik weet het ook niet. Ik wil hem zeg maar... Don, we moeten gewoon even leren pijpen. Even kijken of... Deze moet je hebben. Oh, ik heb hem al. Ik heb hem doorgeschakeld. Hoe dan? Ja, ik moest hem gewoon in mijn inventaris hebben. Oh. Maar what the fuck moeten we nu doen dan? Deze is ook verbonden met elkaar. Deze twee. Oh, wacht. Er moet gewoon een klein beetje... Oh. Nu is hij leeg. Maar de target is 4. Huh? Ja, dus we zitten nu op 5. Dus we moeten eentje uit 5 zien te krijgen. Mm-hmm. Dus laten we die even weer open doen. Nee. Fuck, hoe kreeg je het van... Ja, ik heb het met die onderste gedaan. Maar ik weet niet of ik dat überhaupt kon bedienen, want jij hebt het... Ja, ik kan die onderste bedienen. Oké, maar jij kan hem met de wrench, toch? Ja. Oké, dan moeten we nu... Nu zien we hem alleen. Maar hij stuurt alles in één keer door. Ja, dus er zal vast wel iets voor te vinden zijn. Ja, want vanuit de 5 naar de 3 kan het maar 3 af, dus blijft er 2 in de 5. Maar waar is het eindstation? Moeten we dat zien als... Hoe meet hij het eindpunt? Dat is even wat ik me afvraag. Dat is, die ene moeten we even isoleren. Inderdaad, lekker. En dan nu naar de 5. En dan, Kut, ik heb hem naar de verkeerde toe gedaan. En we zijn weer terug bij af. Oké. Ga dit met iemand anders spelen voortaan, want dit is echt rampzalig. Oké, cool. Hey, token! Token. Container is filled. En die moest hier ook? Ja, ik heb hem bij de drone geplaatst. Oké, nu hebben we alleen nog de power circuit moeten we alleen nog fixen. Er zijn hier meerdere dingen. Je hebt hier een schep met kool. Dat kan waarschijnlijk hierin. Hier hangt ook een instructie. Heavy is the work of an engineer. First you cut it, then you squeeze it. And finally you can smash it all day long. Dus heavy is iets wat we moeten doen. Dat is onderlined. Cut, squeeze en smash. Ik denk dat dat met gereedschap moet. Dus smash, hamer. Lijkt me erg zin. Zaag, cut it. Hier hangt ook iets... wat zou dit betekenen? Hier in de hoek hangt een blaadje. Ja, dat is volgens mij met deze leidingen van hoe die moet lopen of zo. Of is dit ook weer met de resistor? Onduidelijk. Of er moet een lijn zijn waardoor
één lampje aangaat. Ja, ik zit vooral te kijken hoe ik het kan bedienen. Want alles moet connected zijn van links naar rechts. Ik denk dat dat het is. Oh nee, die pijp linksboven. Huh? Ja, het is dat, dat buizen en dat pijpenspel, weet je wel. Oh ja, ja, buispijpen. Misschien moeten we eerst... Oh, hier zit een gat. Ja, die moeten we ongetwijfeld dichten. Ook gewoon duct tape is de eerste oplossing. Ja, altijd. Heavy. Oh, wacht. Met die instructies. We kunnen hier gewicht op leggen, maar ik weet niet hoeveel. Wat is zwaar? Scale staat nu op 6, maar wat doet dat? Oh, huh? Ja, er staat heavy is... Oh. Heavy is the work of an engineer. Dus first you cut it, then you squeeze it, and finally you smash it all day long. Cut, squeeze, smash and heavy. Ik weet waar de resistor moet. Waar moet hij? Hij moest gewoon in de drone. Oh mijn god. Voltage 120 volt, current 4 ampère. Dan moeten we even delen door elkaar. Dat was... Oké, dat was... Dat was? Voltage gedeeld door current is de resistance. It's important to remember to find out the resistance of the resistors in series. There doesn't need to be added together. Oké. Dit heb ik echt vroeger geleerd. Ja. Ja, dat is wel 12 jaar geleden, maar ik heb het geleerd. Maar moeten we dan niet een soort rekensom maken met die resistors? Ja, we moeten volgens mij de resistors uitrekenen. En die moeten we dan dus erin plaatsen, want dan weten we hoeveel resistance ze geven. Daar komt het op neer, denk ik. Dus plaats de twee in. Maakt niet uit welke? Nee, maakt niet uit, denk ik. Nou, trouwens, 120 gedeeld door 4 is 30. 3-0. Kan dat? Kunnen we dat halen? 3-0? Ja, dat kan. Dus dan, nee. Dan moeten we blauw-rood. Wacht, ik heb geen idee wat er moet gebeuren. Ja, ik denk dat we het juiste moeten raden. Oh, wacht eens even. Kijk, die resistors hebben twee kanten al. Die hebben hier een rood met blauw. Ah, oké. Okay. Dus dan zal het een soort kleurencombo moeten zijn. Oh, maar dan kunnen we het optellen, want dan kunnen we er twee kiezen. Heb je die box in je hand? Ja. Yeah. Oké, even kijken. Groen is 8. Wow, ik leg die andere. Oké, ik kan die andere niet terugleggen. We moeten ze even uitrekenen per ding. Oké, 8 en zwart is 0, gewoon 8. Maakt het uit of het van links naar rechts is? Ja. Ik denk linksboven 6, die andere is 8. Ja, ik weet niet of dat 60 en 80 zijn of 6 en 8. Dat is een beetje het verwarrende nu. Maar ik leg hem anders wel even neer. Dan leg ik die twee resistors erbij, zodat je echt een beeld hebt. Dit kan ook 16 zijn linksonder, maar het kan ook 61 zijn. Oh nee, de dikke kant is de aanduiding. Oké, dus dan is dat wel 16. 16 linksonder. Die rode is 24. Dat is 40. Maar het was 120 delen door 4 volgens mij. Ja, moeten we dan niet gewoon 30 in totaal? Ja, daar komt het denk ik op neer, ja. Dus die twee zijn het niet in combinatie. Is er een rood en blauw? Rood en lichtblauw? Nee. Rood-rood maakt 24. 26. Ja, dat is allemaal te veel. Ah, ik weet wel eens. Die moet ik hebben. En... 12. Oké. Heb je er twee? Ik heb er twee. Oh, of het gaat werken, is een tweede. Zet hem aan! Let's go! We hebben Abba! Een groen! Repair everything? Wat? Ja, maar ik kan mijn eigen leven geen eens op orde brengen. Nee, ik ook niet. Heb je gezien hoe ik erbij loop de laatste jaar? Wat een ellende. Ze zijn wel moeilijk hoor, deze DLC. Oh, kut, we hebben nog maar 12 minuten. Zul je zien dat er dadelijk nog een kamer is. What the fuck? Oh, dat moeten we repareren? Oh, maar dit is het. Dit heb ik eerder gezien. Oh, dit is met de drone, een soort spelletje. En dan heb je limited fuel. Oh. Hebben we dan gefixt? Zijn dat tanks? Oh, maar dat kost 5 fuel, denk ik, als je nu naar rechts gaat. Oh, serieus? Ik denk dat dat de aanduiding is. Zie je, dat kost 2. Ja, ja, ja. Ah. Dus je moet de meest cheap aspas. Dus 2, 4, 1. Dat kan naar links. Naar kan ik die onder. 3? Nee, naar onder. Oh, ja. En dan naar links, dan hebben we hem als het goed is. Wow, first try. Let's go, Don. Let's go, man. Daar gaat hij. Hij gaat ook gewoon echt. Oh, hij doet iets. Wat doet hij? Penetratie met de kok. Hij kokt. Oh, koks. Oh, nee. Nog nice. Meer. Nice koks, Don. Mooie koks. Oh, maar wat moeten we hiermee? Kun je die pakken of moet je die draaien? Wat is de papiertje? We hebben ergens een code gezien, toch? Hier, oh nee, hier. Kut. Ja, hier moet de code op. Calibrate the gears by matching the numbers. Wat is dit? Hierboven. Disk slot? Huh? Oh, kok? Wat? Token? Kok? Is er token? Oh, missing disk. Oh, de disk zit hier onderin, denk ik, man. Dus dan moeten we deze oplossen. Ja. Oké. Zet die even op 4. By matching the numbers. Oh, dit is, hoe is dat spel? Tic-tac-toe of zo? Geen idee. Dan moeten ze gewoon kloppen toch met elkaar? Ja, maar het is XX en...
4, lijkt wel. Wat bedoel je? Staat dat op mijn papiertje? Oh! Ja, dus dat die x, x en 4. Nou ja, 4 hebben we dan opgelost. 4, 4. Dan kan dit toch alleen maar 3 zijn? Die hier... Dus dat moet 3 zijn. Dan moet die andere ook 3 zijn. Dan hebben we nog een extra wheel nodig. Oh no, we're missing a cock. Maar waar is de last cock? Ik hoor die... Oh, token! The last cock! Oh mijn god, ik zag hem, Don. Ik heb hier echt een hele sneaky token ergens. Huh, wacht, ik zag hem toch echt. Oh, token! Pak hem! Nee! Kut token, hij zit op de cock. De token is on the cock, man. Wacht, hij komt. Ik zie hem niet. Hij komt. Hey, Don! Token! Ah, waar is hij? Hier, op de token, de cock. Oh, ik zag hem niet. Ja. Oh, op de zijkant dan. Ah. Oké. Okay. Hey, Dogen! Dogen op de droom. Dogens! Oh, yo. Ja, ik ben klaar. We hebben gehaald. Ja, Oké. Kok. Ja, oké. Okay. We hebben nog de skill. Kijk, ik heb dit blaadje nog. Misschien weet jij er iets mee. Tada! Dit heeft te maken met de weegschaal en een gereedschap die ik heb. Ik heb een zaag, een... Heavy is the work of an engineer. First you cut it, squeeze it, smash it. Ja, en deze moeten we denk ik nog open zien te krijgen voor de kolen. Ik heb dus gereedschap ding... Hey, wat is dit? Oh! Furnace ignition. Unlock the furnace. Load 10 shovels of coal. Dat kan ik. Boep. Oké, ik heb een shovel. Oh, dat is die code. Die is daarvoor. Ja, maar die kan er niet in, toch? Of wel? Nee. Ja, dat is lastig, man. Dan moeten we deze voor unlocken, deze code, maar... Oh, ik weet het niet. Oh, wel. Wat nou als we al het gereedschap van dat briefje hier opleggen en daarvan het nummer gebruiken om de oven los te maken? Ja! Dus dan doen we... First you cut it, dus dan doen we de zaag. Oh. Ja. Ik wist niet dat we een zaag hadden. Oh, hoe erop kook weer? Huh? Gewoon klikken. Oké, okay, dat is een 4. Ja. Dan staat er... Then you squeeze it. Dus daar is denk ik jouw... Oh. Ja, de wrench. Dat is 2. Ja. And then... And then you smash it. That's the hammer. Waar is de hammer? Waar is de hammer? 6. Tak. Boom! Yes! Big brain. 10. Oké. 1. Oh, dat gaat fout. Waar is mijn schep? 1. 2. Oh. 2. 3. 4. Yeah. 5. Oh, 6. Oh. 7. Zwaar werk, man, dat gamen. Echt. Ja. 8. 9. En 10. Kiek is aan, joh. Yes, wat een puzzel. Zo. Oh, hij gaat nu groen. Hij loopt nu groen. Ja, nu kunnen we het hier gaan puzzelen. Oh, roop. We hebben roop. Roop. Trek aan de roop. Oh, en ik kan hier ook aan de roop trekken. Maar dit is gewoon x-ray. Ja, maar waar moeten we heen? Nou, dit is dat spelletje dat je gewoon zo'n pad moet volgen, denk ik. Dus ik denk dat we het pad moeten volgen van... Wacht, ik doe links en rechts, toch? Wacht, is dat het? Oké. Okay. We moeten naar links helemaal. Ja, jij moet naar links. Dat kan ik, wacht. Jij bent zeg maar horizontaal, ik ben verticaal. Oké, naar boven is naar rechts, naar onder is naar links. Oké, zo. Ik heb het beeld even fout. Oké. Oké, helemaal boven beginnen denk ik, linksboven. Ik kan niet hoger dan dit. Oké, dan een klein stukje omlaag. Stop, dan gaan we hier naar rechts. Dan gaan we nu weer omlaag. Denk ik, ja. Hier omlaag. En dan nog iets lager tot dat pijltje zeg maar. En dan gaan we hier naar rechts. Ja, maar wat moet dit nou doen? Welke buis volgen we? Ja, ik volg dit papiertje hier al. Er komt iets in en dan dat of zo. Oh, hè, nu staat de lamp aan. Ja, ik heb gewoon een knop ingedrukt. Ik kan die knoppen indrukken. Oh, dat is het ding. We moeten gewoon kijken welke... Oh, dan moeten we echt buizen gaan volgen. Oké, linksboven. Dan volgen we de meeste linker buis. Die gaat nu naar rechts. Middendoor, naar beneden. Naar links. Links, naar beneden. Oh, ik zie niks meer. Het is deze. Ja, die. Oké, en dan de tweede buis volgen lijkt me. Moet gewoon de buizen van linksboven knallen, denk ik. Deze allemaal. Dus de tweede buis. Dus dan gaat naar beneden. Naar rechts. Oh. 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 That's it. Oké, check. Dan de derde. Boop. Okay, is dat de derde? Is er niet nog eentje meer links? Nee, ik zie er maar 4 eigenlijk. Oké. Die gaat naar beneden, rechts. Rechts. Naar beneden, links. Beneden, rechts. Rechts, beneden. Links. Dat is hem. Tonk. Another one. Oké, die gaat meteen links. Naar beneden. Zit uit mijn beeld. Ik moet even... Oké, die gaat nu eigenlijk gewoon... Nou. Ja, hey, ja, that's the kok. We found the kok. Open die kutdeur. Yeah, gooi erin. Oké. 8 en 9. 8 en 9, ja. Kan dat niet. Kan niet. Oké, maar 4 en 4 moet sowieso kloppen. Dus nu kunnen we de koks eruit halen. Waar op het papiertje stond... 4 zeg maar goed om.
Of is dat omgedraaid? Oh, wat is dat omgedraaid? Dit hoeven we misschien niet... Zou dit niet... Oh, dit kan ook de linksonder en de rechtsonder zijn. Oh ja. Ja, dus dan moet er vier naar beneden. En dan hier 1. En dan daar 8. En dan hier 5. Kak! Okay. Dat komt ook niet uit. 5. Ik kan hem niet lekker draaien, waardoor ik zeg maar... Ja, het lijkt wel echt op een 4. Ja, ik kan er alleen maar een 4 van maken. Oké, bij matching the numbers. Dus dan moeten de nummers toch gewoon kloppen met tegenover elkaar. Ze staan niet allemaal op dezelfde manier op het wiel, hè? Nee. Dat moet wel. We missen gewoon iets. Oké, wat als we ervan uitgaan dat dit de 4 is? Als in bovenin. Ja. Dan moet dat 8. Dan is dit 1. Oh! Nou, dat was hem. Disc! We hebben nog 3 minuten. Let's go! Oh, super nice. Oké, disc. Nee, kak. Disc. Hij zit erin! Oh! We doen het! Ja, oh. Oh nee. Jij mag deze spelen. Wat moet ik doen? We moeten poppetje. Lopen? Geen idee. Oh, dat doe je de muren. Oh nee, hier zit iets anders. Oh, dit is zo'n 3D Doom. Super ouderwets. Oké, links. Oh, dit is zo naar. Rechts. Don, dit is een oude 3D shooter. DOS-tijden, man. Links, ja. Ja. Oh, dit is zo naar. Vroeger waren ik hier. Kom je muur tegen naar links. Oké, ik kan nu rechtdoor. Moet ik nu naar links? Nee. Nog eentje rechtdoor. Ja. Nu naar links. Ja. 2 keer. Ja. Links. Ja. Rechts. Links. Oh, daar is een muur. Links. Hier is een deur. Ja. Open het. Nu open. I'm true, man. Oké, rechtdoor. Nee. Rechtdoor, ja. Ja. Links. Rechtdoor. Ja. Links. Rechts. Rechts. Rechtdoor, rechts. Oh, ik heb een sleutel. En terug. Oh nee. Links. Ze gaan wel ver met deze DLC, links. Man. Slice. Ja, zeker. Links, rechts, recht. Nu rechtdoor. Oké. Okay. Rechtdoor. Ja, rechtdoor. Kom hier, joh. Boom. We did Abba. It. En nu? Valf. Je moet hier op de dingen. Nog maar 1 minuut om doen, snel. Floep. Yes! We did it! Let's go! We hebben ook gewoon 7 yeah. van de 8 tokens. We hoeven er nu nog maar 1. Oh, echt? Damn. Dit is de enige waar we zoveel tokens hebben. Maar deze was uitdagend, man. Ja, het was best wel intens met die grote hoeveelheid koks. Ja, echt. Er kwam opeens vet veel koks om af. Ik vond het niet... Dit was wel echt even wennen en gewoon incasseren ook. Ja. Einde van de dag... De 2 geniale mensen hebben het weer opgelost binnen de tijd. Dat is waar. Dat is epic. Bedankt voor het kijken, iedereen. Don's kanaal staat ook in de beschrijving. Abonneer op hem. En tot de volgende. Kijk deze video's nog even.